Suriname Airways heeft vandaag in de vroege ochtend haar tweede Boeing B737-800 verwelkomd. Vanuit Arizona in de Verenigde Staten landde dit vliegtuig om 2:15 in de ochtend op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Suriname Airways heeft op 3 juli jongstleden de huurovereenkomst getekend voor deze Boeing met het leasebedrijf AirCap. De Surinaamse luchtvaartautoriteit CASAS zal nu het vliegtuig er is, werken aan het verder afronden van de documentatie. Ook zal het vliegtuig moeten worden aangemeld op elke destinatie die Suriname Airways op dit moment bevliegt. Nadat de documentatie en aanmeldingen in orde zijn, kan het vliegtuig binnen niet al te lange tijd commercieel worden ingezet op de regionale route. Met de komst van de B737-800 wordt de operationele flexibiliteit verhoogd en tevens de basis gelegd voor de uitgezette groei naar stabiliteit van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Suriname Airways blijft met verenigde krachten doorwerken aan het realiseren van de beoogde bedrijfsdoelen en het verbeteren van de dienstverlening, staat in een persbericht.